Dat de Weidenbosbrug vaker gezien wordt als racebaan was vandaag weer eens het geval. Een onverantwoorde bestuurder heeft weer een file ingehaald met het gevolg een kettingbotsing op de brug. ATV-reporter Sishma Bisisser was jammer genoeg ook een van de slachtoffers van de aanrijding. Ze vertelt wat zich heeft voorgedaan. Ja, we schokten allemaal door die file heen naar beneden. We waren al vanuit het toppunt aan het zakken naar beneden. En plotseling raasde er een pick-up van achteren naar ons kant toe. En ja, het enige wat ik hoorde was slagen. Mm-hmm. Mijn bril vloog uit het raam. Dat was het eerste wat ik me herinner. Mm-hmm. Ik kwam met een smak tegen mijn stuur aan. En ik dacht bij mezelf van, hey, het is al gedaan met mij. Dit is mijn laatste minuten. Maar gelukkig, toen ik geel begon te horen, ben ik naar buiten gestapt. En ik zag mijn bril op de grond. Heb ik als eerste aangetrokken. En toen zag ik wat er allemaal gebeurd was. Achter mij was er een pick-up die was aangereden. Wat is precies gebeurd nadat we natuurlijk de schade zijn gaan zien? Ik heb mijn journalistieke technieken meteen toegepast. Ik ben gaan kijken wat er allemaal gebeurd was. Samen met de politie zijn we gaan kijken naar de achterkant. Wie allemaal achter mij stonden. Er waren zeker 4 personenwagens betrokken in de aanrijding na mij. Daarna was ik het en iemand voor me. Die pick-up, de veroorzaker van de aanrijding, die heeft klaargespeeld om die hele file vanaf de achterkant in te halen. En op een gegeven moment zei die chauffeur dat zijn remmen het begaven. En dan probeerde hij te manoeuvreren. Maar natuurlijk was ook op de andere kant van de baan een auto van Handert. En hij sloeg dus eerst tegen die wagen van Handert aan, manoeuvreerde naar links. Sloeg dus dan die lichtblauwe wagen aan en die kwam met de smak tegen een donkerblauwe wagen aan. Waardoor dan die botsing dus startte. Die pick-up achter mij en ik en een jongeman voor mij. Tot mijn spijt was in die donkere blauwe wagen een gezin, een zwangere vrouw. Een tiener, een jongere vrouw, een jonge dame. Die had de meeste slag, dus ze strompelde naar de reling van de Weidenbosbrug toe. En we sloegen natuurlijk te hulp. We schoten te hulp. Mm-hmm. Ze bewoog helemaal niet. Okay. Dus ze stond daar helemaal in shock, bibberde. En die zwangere vrouw, die natuurlijk, ze wordt moeder. En het eerste wat ze deed was de buik voelen. Mm-hmm. Ik zag een verpleger staan, dus ik vroeg om assistentie. En ze zei plotseling, ik voel mijn baby niet meer. Dus ik hoop echt van harte dat haar baby niks overkomt. En die andere was helemaal in shock. Er was een kind betrokken, ook in die aanrijding, ook van diezelfde blauwe wagen. Die wagen zat ook met verf. Die is dan gespat, zoals ja, is het ook verf. Ook jij. Ja. Die was ook in shock, natuurlijk die moeder. En ja, wat me irriteerde is, de veroorzaker van de aanrijding, die kwam zo stoer naar buiten en die begon te gillen en te razen. Bleken mannen te zijn van KPA en als ik me niet vergis van de militaire dienst, het kan zijn dat ik me vergis, maar ze hebben dienstwapens aan hun lichaam. Dus sowieso van een macht, een of andere gewapende machten. En ze deden, de ene reageerde, maar ja, een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Wat is er mis met je? Kan je niet nadenken? Ben je geen mens of zo? Kijk, zie je die ravage van je niet? Dus we hebben staan wachten. De politie van Kommerwijn heeft gelijk gereageerd. Maar we waren natuurlijk afhankelijk van Nieuwehaven. Die moesten de case overnemen. We hebben zeker een uur moeten wachten op de politie en op de ambulance. Terwijl die brug niet zo ver is van... Ik ben teruggegaan in die tijdstippen. Het moment dat die aanrijding plaatsvond, was het iets voor 1 uur of iets over 1. Ik heb die videobeelden nog op mijn WhatsApp. Die jongens hebben voor me geappt. En vanaf dat moment waren we aan het wachten op Nieuwehaven en de ambulance. Terwijl we duidelijk hebben gezegd, er is een zwangere vrouw in de groep. Eén en de tweede, er is eentje die in shock is. Ze reageert niet, ze praat niet. Dus you have to handle now, you have to act. Dus dat was ook een andere irritatie. Maar wat ik wil zeggen, ik wil die beleidsmakers van ons land vragen om erop toe te zien dat de Weidenbosbrug veiliger wordt. Want het is niet de eerste keer dat we dit soort taferelen meemaken. Ik heb in het verkeer gezeten. Ik woon al 10 jaar bijna in Kommerwijnen en ik zie bijna 1 keer in een week een wagen langs zijn razen, wiens remmen het bewegen. Als het niet een truckchauffeur is, is het een of andere pick-up. Als je weet dat je wagen niet deugt, gooi je wagen weg. Kom niet op de Weidenbosbrug. Meneer Kabenda, u heeft alles zien gebeuren voor u. Dat klopt. Ik zag die pick-up ineens achter me aankomen met een behoorlijke snelheid.
En ik zag eentje die links zat, die zei, schuiven, met die woorden, schuif maar. Maar ja, er zit verkeer op die brug, niemand kan meer schuiven. En toen kregen we die fatale aanrijding, die botsing. En dat is verschrikkelijk geweest. Maar hij had een behoorlijke snelheid. Aldus het verslag van Sishma Bisisser, die vandaag jammer genoeg ook zelf slachtoffer is geworden van het onverantwoord rijgedrag op de Weidenbosbrug. Ze hoopt dat de aankomende regering serieus dit probleem oppakt en de Weidenbosbrug veilig maakt.